dancing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. All of the balance and what's and exploding the space. Ik ben Ben Brugging. En dit is Henk en dat is Jan. En wij zijn van de Kempische Zundapp Club, de oude bromfiets. En we hebben hier een treffen, een markt en een tentoonstelling om de oude bromfietsen wat meer onder de aandacht te brengen. Nou, wat we hier nu voor staan, dat is een Zundapp GTS 50 van bouwjaar 1973. Dit is een waterkoelertje, noemen ze dat. Dus die wordt gekoeld door de vloeistof die in de radiateur zit. Zo'n brommetje loopt ongeveer 65, plus minus. En dit is eigenlijk een speciale uitvoering. Dit is een jubileumuitvoering van de Zundapp die toentertijd is gemaakt. Omdat toen eigenlijk meer de brommers van Yamaha en Honda en MT's en zoiets allemaal inkwam. Is Zundapp toch een beetje gaan moderniseren. Om de jeugd toch een beetje op die Zundapp te krijgen. Maar helaas is dat in 1984 mislukt en is Zundapp toentertijd failliet gegaan. Dit is een luchtgekoelde, dus... Een heel ander model als de officiële, eigenlijk de oldtimer. Dit is weer een modernere bromfiets, wat de jeugd toentertijd allemaal meer aantrok. In de prijsbasis een stuk goedkoper. En daardoor is eigenlijk de Zundapp eigenlijk en de oude bromfiets ook onder Kreidler zijn eigenlijk daar een beetje te ondergrond gegaan. Ik ben Else Leest en ik kom van Bladel. En ik rijd op naar Floret Kreidler. En die is 1 jaar jonger dan ik zelf ben. We staan hier voor een paar Kreidlers die toen de tijd de concurrent was van de Zundapp. Dus de jeugd ging concurreren, of de bromfiets werd concurrent van de Zundapp. En toen ging eigenlijk de jeugd meer naar Kreidler in het begin. Omdat het toch een beetje een sportievere brommer was als de Zundapp. Want de Zundapp werd toch genoemd als een oude lullenbromfiets. Maar de Kreidler is eigenlijk samen opgegaan met Zundapp. En heeft het helaas ook niet vol kunnen houden tegenover de concurrenten. Van Yamaha en Honda en die soort moderne bromfietsen. Het is de model Roller van Zundapp. Ze zijn in Nederland officieel eigenlijk niet geleverd. In Duitsland zijn ze heel veel verkocht. Omdat het toch een beetje een opstapbrommer was. En het toch comfortabel reed. En hier in Nederland zijn ze jammer nog nooit geleverd. Maar ze zijn nu van Duitsland daar binnengekomen. En ze zijn toch een aantrekkelijke bromfiets. Aan zijn vader, ik was amper 16 jaar. Maar hij wou er niks van weten, hij dacht aan het gevaar. Hij zei toen ook nog: hier geen Zundapp, niet voor mijn zoon. Ik wil het niet hebben, dood gewoon. Ook in de Kreidler, net als mijn man. Onze vader wier een mug van en hij wier een beetje kort. God, God, God.